Oh my god, mensen, het is weer maandag, dus zeg. Goedemorgen, deze morgen, mijn naam is Pippi Blue. Nieuwe dag, nieuwe video. We zijn hier terug met een What to Watch video. Ja, kijk, we hebben hier in totaal weer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 films dat we nog niet bekeken hebben. Het zijn allemaal Blu-rays, er zit zelfs een serie bij. Dus we gaan er gewoon direct in vliegen. Niet te veel show, niet te veel tralala, gewoon direct. Bam, 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 bam. Lijkt hoe dat ik het graag heb. Gewoon boom, 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 boom. Ja, goed, we gaan er direct aan beginnen. De eerste film dat ik nog niet gezien heb, is met Dolph Lundgren en Scott Adkins. Heb ik gekocht op de rommelmarkt voor 1 euro en dat is Castle Falls. Castle Falls zit hier dus ook in mijn collectie, heb ik nog niet gezien. Is een actiefilm, maar dat zal wel een B-filmpje zijn. Dat zal zeker geen topper zijn, maar soms die B-films, actiefilms... Ik zie dat wel een keer graag. Gewoon wat tijdverdrijf. Weet wel, een uur en een half of zo. Ga ik een keer zeggen. 3, 2, 1, 85 minuten. Ideaal voor te bekijken. Dan de volgende film is een Blu-ray van Slumdog Millionaire. Heb ik nog niet gezien. Ja, ik weet ook niet wat voor film dat dat is. Maar hij heeft al sinds 8 Oscars gewonnen. Voor beste film, beste regie, beste bewerkt scenario, beste geluid, beste montage, beste zemmendag, beste, alles beste. Voilà ze. Slumdog Millionaire. Voilà. We gaan er gewoon goed doorgaan, hè, mensen. Het zal misschien een korte video zijn, maar I don't give a fuck. Genomineerd voor 3 Oscars in 2008. Onder andere Best Actress. Dat is A True Story. Changeling? Changeling, weet ik veel. Voilà, Changeling. Nee, dat zal het wel niet zijn. Changeling. Changeling, weet ik veel. Kijk, met Angelina Jolie en John Malkovich. Een Clint Eastwood film, dat ik nog niet gezien heb. En allemaal, die Clint Eastwood films zijn meestal wel allemaal goede films. Maar deze heb ik dus nog niet gezien. Dus ben ik wel eigenlijk benieuwd naar. Het duurt in totaal 140 minuten. Dus weer een lange trip. Van Clint Eastwood, maar ik denk dat dat wel goed zal zijn, zeker. Dus we gaan het een keer bekijken. Goed, de volgende film heb ik ook gevonden op de rommelmarkt. Dat is met Liam Neeson, dat is Rob Roy. Rob Roy, dat gaat waarschijnlijk over Schotse toestand gaan. Ja, ik zit hier al staan, Schotse hooglanden. 139 minuten met Liam Neeson, dus Rob Roy, we gaan u binnenkort een keer bekijken. Voilà, laat ons eens een keer weten van die films, of dat goede films zijn, ja of nee, hè. Dus de volgende film, dat is eigenlijk een film dat ik ook nog niet gezien heb met Tim Burton. Maar meestal die films van Tim Burton, ik weet niet. Het is zo niet mijn ding, behalve die Batman films. Dat is hier Alice in Wonderland met Johnny Depp. Ik ben ook niet de grootste fan van Johnny Depp. Maar misschien zal het wel goed zijn. Mensen, laat het een keer weten in de comments. Heel schone slipcover, alleszins Alice in Wonderland. Dan de volgende film is met Hugh Jackman. Ik ben een super grote fan van Hugh Jackman. Maar deze heb ik nog niet gezien. Dat is ook een musical. Dat is Les Misérables. Voilà ze. Dat zal ook wel schoon zijn. Er doen ook vele bekende mensen mee. Maar ja, kijk, nog niet gezien. En dat zal ook wel een lange film zijn. Sowieso 157 minuten, mensen. Ja, dat is alles veel. Oké, goed. Dan de volgende film is ook een waar gebeurd verhaal. We Bought a Zoo met Matt Damon. voilà, Matt Damon en Scarlett Johansson. Voilà. Twee schoenen mensen, waar we hier gewoon kunnen kijken. Nou. En waar gebeurd, voilà, 123 minuten. Voilà, We Bought a Zoo. Dan de volgende film is met van Martin Scorsese. Is met Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson en Mark Wahlberg. Oh shit. 151 minuten, The Departed. Ook nog niet gezien, mensen. Sorry, het spijt mij. Er zijn veel goede films dat ik nog niet gezien heb. En we gaan van eens keer over naar de volgende gaan. Hopla. Bam. Prince of Persia. Ook van Disney, nog niet gezien, met Jake Gyllenhaal. Dus ook met een schone slipcover erbij. Voilà, zie. Blinky, blinky, winky, winky. Goed.
Mensen, dat ik kan weten in de comments of dat een goeie is, I don't know. Dan de volgende film. De volgende is een serie. Heb ik het eerste seizoen, het tweede seizoen gezien? Heb ik dat derde seizoen gezien? Ik weet het zelfs niet meer. Maar dat is dus Falling Skies seizoen 4. Voilà. Ook nog niet gezien. Maar ik weet wel, alles is die eerste twee seizoenen vond ik heel goed. Dus maar ja, waarom ben ik eigenlijk gestopt met die serie te bekijken? Ik weet het zelfs niet meer. Eigenlijk denk dat ik gewoon een keer volledig hernieuw ga moeten beginnen. Maar ja, dat neemt ook wel wat tijd in beslag. Dan de volgende is met Matt Damon is een steelbook. Heb ik gekocht op de rommelmarkt. Maar mensen, ik heb nog geen Jason Bourne film gezien. Dus dat is hier Jason Bourne. Is dat de vierde, de vijfde of de 523,3? Ik weet het niet. Laat het keer weten in de comments, mensen. I don't know. Ik ben een hele grote fan van Jackie Chan. Maar deze film heb ik nog niet gezien, maar ik heb er ook nog niet veel goede dingen van gehoord. En dat is Jackie Chan Bleeding Steel. Voilà. Dat zal waarschijnlijk ook niet zo goed zijn. Ziet er wat science fiction uit. The big central stunt where he gets into a fight on top of the Sydney Opera House is classic Chan Daredevil material. Voilà zie. Nog nooit gezien. Dan de volgende franchise van Paranormal Activity. Vind ik niet normaal scary. Ik heb de eerste gezien in het cinema. Dat was kakabroeki. Niet normaal. Ik heb ze allemaal gezien. Tot The Ghost Dimension. Er zijn er dan nog uitgekomen, denk ik. Of nog één erachter gekomen. Maar dus de dien heb ik ook nog niet gezien. The Ghost Dimension. Maar ik vind dat echt mega scary movies. Dus dat is niet normaal. Dat is gewoon kaka in de broekie. Ik ging nu zeggen kaka in de kaka. Ja, goed. Dan de volgende film is met Anthony Mackie en Jamie Dornan. Dat is Synchronic. Ik heb een keer gekocht van onze hele goede vriend Tim Pooley. Pooley natuurlijk kennen we van, wie kent er hem niet, is van de Movie Matters podcast. Dus ja, die film heb ik een keer van hem gekocht voor een goedkoop prijsje. Dan de volgende film is met Johnny Knoxville. Ik ben zot van Jackass, maar dat is Bad Grandpa. Heb ik ook nog niet gezien. Allemaal films dat ik moet bekijken, hè. Godverdomme toch, jongens. Ik heb eigenlijk wel tijd, maar het is goed weer nu. En ja, dan kijk ik gewoon minder films. Dan de volgende is Saw 3D. De Saw 3D, mensen. Heb ik ook nog niet gezien en ben ik ook wel benieuwd naar. Maar laat me een keer weten, mensen, de hoeveelste dat eigenlijk is, Saw 3D. Dan de volgende is ook van Disney, met Angelina Jolie, is Maleficent, ook nog niet bekeken. Ik weet het, mensen, I have to watch so many goddamn movies. Fuck. Even op adem komen. Dan de volgende film is van een computerspelletje, dat weet ik wel, dat is Hitman. Laat me een keer weten, mensen, of dat een goede film is. Want meestal zijn die films van de computerspelletjes zijn niet altijd even goed. Maar Hitman, misschien is dat wel een goede, I don't know. Dan de volgende film, mensen, is met Tom Hardy. En Tom Hardy, dat is Legend. Waarschijnlijk omdat hij een tweeling in speelt. Is een maffiafilm, dacht ik. Laat het een keer weten. Dan de volgende film is de Vlaamse Hangover. Hangover staat erop. Pardon. De volgende film is dus Bad Trip. Bad Trip, ook nog niet gezien. Dus is Nederlands. Dus wil ik zeker wel een keer zien. Maar hoe of niet, I don't know. Dan de volgende film is ook van The Purge. The Forever Purge. Ik denk dat de vijfde is al. Maar ben dat ook niet zeker. Laat dat ook een keer weten, mensen. Ik kan het allemaal opzoeken op het internet. Ik weet het. Maar ik vind het gewoon plezant om dat van jullie te horen via de comments. Voilà. Dat waren hier. Hoeveel was het weer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 films dat ik nog allemaal moet bekijken. What the hell? Wanneer ga ik dat allemaal doen? I don't know. Maar ja, Rommel Martens zijn leuk. En dan zijn er goedkoop Blu-rays en wil ik dat kopen. En oh my god, niet normaal. Goed, mensen. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. Deel een keer ook die video's, hè, mensen. Gewoon deel dat. Misschien dat er andere mensen zijn in de movie network world universe. Weet ik veel. Dan er mensen zijn dat dan misschien graag zou zien. Zo video's, weet ik veel. En moest het niet graag zien, wat, dan moet je niet kijken. Goed, voilà. Allee, allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Abonneer alsjeblieft op mijn kanaal en ik zou zeggen tot de volgende keer voor een nieuwe dag, voor een nieuwe video.
Ja, kijk, we zijn bijna aan de 10 minuten juist. Dus ik zou zeggen, salutjes, happy new year en gelukkig Pasen. Salut!